I say, first one. Oh, yes. Okay, yeah, he's a moya. Oh, pulling drag. Yes, bomb. Yes, please. It's going, it's going, it's going. That's a bomb. That's a moya. Ciao. Let's follow people. Oh, by the crappy. Be beaver. An, I say, first one. Ish, minute, my son. No, it's not by the crappy. Click, 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 click. Valuk. Pong valuk. Valuk. Biebertje daar. Misschien dat ik mijn biebertje ook gooi. Simpel was het daar achter. En dan zit die lure al binnen in. Ja, alles zit onder die structuur. First fish on. Tiny, but I'll do it, huh? One up. One each. Senko. Doing your job over here. Mooi clear up here, fussies. Hy kom maar onderuit. Eerlijk waar, het ek hom nie eens gevoel nie, pa. Ek het net te sien die lijn loop. Ja, dat is weer warm. Swallow my Senko. En eet sy hele stert af. Ja, hierdie senko is sag. Well. One fish senko, né? Ja, kyk hier. Hulle love garlic. En aardig, né? Yes, hulle love, love, love garlic. Daar een van paard ook een garlic stert. Ek het eendag die dip gekoop, man. Dis R200. Dis nie cheap, nie. Ja, teens sê, hier, jy het geld gemors. Weet pa, wat doen teens na die hele tyd? Hy sê die Larry Dip aan, want het werk. Ek wek die vis. 100%. Ek gaan sien of hulle hier is. Hey, dit is lekker daai, pa. Flik ek hierdie senko precies in waar hy moet wees. Daar het aan die deur geklop. Kom. Okay, fish number 2. Senko, garlic dip, doing the trick. Pak het die Senko 2 keer laat bounce. Toe sy aan.
Ja, op pad het buiten kry. Maar ek weet, paar kast nou in second hand water. Ek weet nie op pad het geloo nie, maar... Ja, 100%, maar... Pa moet... Ek en opa gehengel het en dan... So, en... En niks, en van ek al die vis achter. Ja... Maar ek weet nie die van... Ek skiet hom nou so, al in die punte en in hampies in. Dit is waar hulle sit, as mens daar achterin kan, kaas gaan jy nog meer vang. Ja, hulle move rond hier, pa. Hierdie dam, ek kan nou jokepite gooi hier en vis vang. Omdat hier so baie structuur ook hier is. En daar het hulle paie lijn so. Oh, yes! Ok, ja, hier is nog mooie. Oh, pulling drag, oh, snap en lijn. Nee, hy het my gesnap, pa. Hy het ek gerook, sien, jy afgesnap in die tap. Maar ek het die drek gevoel, pa, daar is nie een klein vis nie. Ek weet, ek poppers! Nou, is een groot vis. Want ek het my sink uit gedrop en sê, waar is my line shooting? Ja. En hy pak daar, is hy boom, hy strik daar? Nou, hy is 2 plus geweest, pa. Ja, ek het 10 pond lijn hier op, ha. Is dit gebeur het by Midmar Dam ook? So kom ons gaan... Nee, kom ons gaan 12 pond toe. Ek het die strijkje wat jy nou hengel moet, he. 12 pond in Vizix. Kom ons traai hom eerder. Hy het my drek oopgemaak, pa, so daar is tenminste 2,5-3 kilogram. Dit skree in my hand. Hy het my letterlik oopgemaak. My dreks is altyd ontzettend stuif. En ek het hom so blerrie hard gekap ook. So ek het daarin so mooi geset, hy is so nergens te gegaan het nie. So hy het alweer sê, het ek een slechte punt op my lijn gehad. Dit gebeur ook baie. On. Yes. Mooie. Yes. Yes, pa. Yes, yes, please. It's going, it's going, it's going. Daar is hy, pa. Daar is een mooi vis. Daar is een mooi vis, pa. Yes, papie. Daar is hy, laat hy spring. Dit is ok, pas boom. Pas boom. Dat is sy man. Pa! Dat is ok. Dat is ok, pas boom. Dit is een mooi vis hierdie, ne? Dit is een mooi vis. Op die LRF. Ba, daar ding doen niks hoor. Hy wil nie eens... Oh, dit is een mooi vis hier. Nee, maar hy boks mooi, ne? Voor een mooie eerste vis, vir my is dit nice. Ja. Dat is so best gevang. Hy doe duik hy. Ek like hierdie stokke, dit is my fucking brilliant stokke. Hulle is freaking beautiful. Fucking nice, lightweight. Bok sy pa. Hy bly net daar. Daar is hy, hier kom hy nou op, pak hom maar lig. Hy hou net sy kop af. Pas ratchets te los. Ek kan hom volgens, maar I don't want to lose it either. Hy is net hier by ons pa. Hy is in touwe vast. Ja. Hy is een structure, so kom hy so groot vis. Nee, hy is een mooi vis, hè? Ja. En hy pak hy nou los. Ja. Aan een lijn is ons, ja? Aan een lijn dan. Hier, aan een lijn. Maas een lijn wat hier is. Ja. Is een mooi vis, pa. Ja, hy is zeker amper een kilo. Ja. Is een mooi... Wat denk jy, amper een mooi colorful vis. Almost een kilo. Ja, op haar voeten. Maar het laat nie wat bespaan is, ons kan weer. Het is beauty, well done, pa. Ons kan weer van, maak jy. Cheers, boykie. Yes, en kijk die duik uit. Mooie levendige vis daar geweest, hoor. Daar ding was sterk, ja. En toch is het 2, 3 kilo toe, pa, so vat. Het is ook so gedimpt, ja. Hy lijkt nog hard genoeg, hoor. Ek nie enigszins getwijs om wat hy wil heen. Ek kan nie getwijs om wat hy wil heen. Nee, sê nie. Op die kant, pa. Jy waar hy kyk al hier, die sel is van hom. Sel is wat? Daar is seker een brush. Of een... Daar is een hele groep vis wat daar is. Pa, stomp of iets is al baie vis. Ja,
sien, ek het hom net daar gelos, wat hy drop, en die eerste plek het ek gekeek, is hy die doopek om. Ja, en myn was, ek het nie eens, my spoel was nog eens toe nie, pa, en toe sê ek, hoekom hardloop my lyn so? Toe, roer hy, so hy het klaar onder probeer induik. Of net gevat en teruggegaan na sy bekkie toe. Sodra ek swaarder ry gooi, verloor jy buite. Dit was niks fout in my 10 pond setup nie. Ek het al 3.2's gevang so en ek het al groot vis so gevang. Maar ja, rondom struktuur is het seker maar 'n bietjie risky. Hier is gelijk ze allemaal weg, nee. Ik heb daar een baas spot, wat ons kan gaan proberen. Wacht, sy, eet hem boel op die surface. Ja, ik kan dit, pot wel werk hier today. Het moet oppervlak gepakt. Dit is precies wat ik die boomstomp lawaai gemaakt het. Ja, so hier blijft het gelot. Ik ben niet groot nie, maar... Ja, dat is weer een truc, soms kiel. Je hebt er wakker gemaakt op mijn geklap, hè? Double up. Ja, double up. Double up in Inanda Dam. This is not ideal size, nee, pa. Ideal size. Ja. Dat is damme waar hulle nou jou sê, hulle, jy mag nie release nie. Ja, loskop. Ek weet nie wat die story is nie, pa. Hulle moet het doen hier in IJsselmeer ook. Dat die groot vis groter word. Goed. Voor my net met my loer geswem nou. Ja, my het al sommer geslaag, dat is nog nie te drop.